Deze dag hebben we georganiseerd omdat wij vandaag een aftrap willen geven aan het CMK-traject. Een driejarig traject waar alle scholen van Trinamiek aan deelnemen. Wij hebben drie kernthema's gekozen. Boeiend onderwijs, pedagogisch tact en samen. En samen staat voor dat we een lerende organisatie willen zijn. Het interessante van kunst is dat het op de een manier een soort biologische noodzaak is. In het verleden dachten we soms dat we het konden wegkorten, dat we het konden missen. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat dit, waarbij iedereen ten eerste zich afvraagt van waar gaat het over, en ten tweede toch het gevoel heeft van oh wacht, het is kunst. En dan ten derde dat kietelige gevoel in de buik krijgt. Dat is niet van deze tijd alleen. En als je teruggaat in de tijd, dan zie je dat in alle tijden er altijd kunst gemaakt werd. We vinden vakmanschap heel belangrijk, we vinden vertrouwen heel belangrijk en we vinden belangrijk dat we dat doen in verbinding met elkaar. Ja, je kunt het niet alleen, je zult het echt samen moeten doen. Dus dat betekent inspiratie krijgen van een ander. Bij elkaar gaan kijken, samen lessen ontwerpen. Dus wij denken dat we met dit project, wat we dus de komende drie jaar gaan doen, een heel rijk curriculum aan onze leerlingen aanbieden. En dat met name ook weer het kind gaat raken, waardoor het ook echt kan leren.